Er was even een tafel en daar. Wat? Gaat ze het halen, ja of nee? Nee. Alles geen cadeautje, geen danses. Konijntje inleveren. Ja. Oh. Oké, we doen even de oorlogjes in. Zo. Gaat ze het halen? Oh. Ik ga echt. Stoot hij hier tegenaan? Die is er niet meer. En dan spreekt hij wel. Oké. Dan komen we wel op één heftig momentje, Pip. Die konijnentasje! Kan je er vasthouden, Pip? We zijn de drie. Yes, welkom bij een nieuwe video van. De Bekkertjes! Ja, weer een hele nieuwe video voor jullie jongens en meisjes, maar Pip. Ja. Wat gaat er vandaag gebeuren? Krijg ik diploma B? Nee. Echt? Maar je weet toch niet of je het gaat halen? Hè? Je gaat nu examen doen? Ja, ik weet het echt, zeker. Ja, er zijn wel een paar spannende dingen. Eentje is, want wat vind jij heel moeilijk? In dat gat, zo. Want je moet, wat was het helemaal voor meter? Ja, maar papa, ik had zes. Even... 6 meter onder water zwemmen? Ja, dus er was even een tafel tot en met daar. Wat? En dat ga je gewoon doen? Ja. Ga je gewoon fixen? Misschien. Oké. Okay. Ze moeten dus eerst met kleren aan zwemmen. Nou, dat zie je, ze heeft gelukkig kleren aan. Vind je het spannend? Ja. Oké, denk je dat je het gaat halen? Ja. Jawel? Ja, vertrouw me. Natuurlijk gaat Pip het niet helemaal alleen doen. Ze gaat natuurlijk aangemoedigd worden door mij. Door Irm, die niet zit, maar die staat er wel ergens altijd. Oh, ja. Oh, je ziet er wel ergens, ja. En we hebben natuurlijk Jesse. Jesse, ja. Gaat ze het halen, ja of nee? Nee, nou geintje. Ze gaat het supergoed doen. Ze gaat het supergoed doen. En jij? Ja, halen. En dat is Sam, die gaat het ook halen. Oh. Pip, ga je het halen? Ja. Konijntje, ga je het halen? Nee. Natuurlijk hebben we hier een heel leuk cadeautje voor Pip. Ah, eerst moet je het halen. Ik kan je ook al voelen. Papa, ik wil alleen voelen. Alleen voelen? Oké, okay, Pip gaat voelen. Yes, yes! Wat is dat? Squishmallow! Voel dat! Ze heeft ineens geen ding zo plat. Ja, die zet door... Nee! Oh, oh. Sorry. Nee! Oh. Oh, Sam is mishandeld. Oh, dat was Sam. Hey, Marcia! Nou, Marcia die is er ook bij jongens, die komt haar even aanmoedigen. Voor degenen die het niet weten, Pip heeft natuurlijk altijd privéles gehad van, hoe heet die? Bas! Van Bas! Ze gaat nu ook zo'n diploma B, gaat ze in de eentje examen doen. Weet je? Nou? Deze heb ik bij A gekregen. Heb je die bij A gekregen? Ja! Die heb je zelf gegeven. Ah, oh. Heb bij haar gegeven. Hey, maar Pip, als het goed is, is dit nu de laatste keer dat wij hier zo naar binnen lopen? Ja, want ik wil niet door voor C, hè? Nee, want wat ga je hier nou doen? Naar dansles! Maar dan moet je het nu wel eerst gaan halen. Anders geen cadeautje, geen dansles. Konijntje inleveren. En hier gaat ze, officieel. Naar binnen. Ik heb deze. Ja? Maar ik krijg deze. Maar nou, Pip doet altijd dezelfde grap hier. En dat is namelijk... alsof ze er niet is. Ja, Pip is er niet. Goedendag, dat is onze zwemleraar Bas. Je kent hem wel met het wazig hoofd. Ja, we hadden alles meegenomen. Oh, kijk, ze is er wel, jongens. Het is zover, jongens en meisjes. De spanning is om te snijden hier zo. 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14 en 15. Nou, Pip wordt goed aangemoedigd door haar grote broers. Een van de eerste dingen die ze moest doen is het zwembad helemaal op en neer gaan. Met kleren aan. Nou, dat gaat echt zonder moeite. Kijk eens even. Wauw. Goed zo. Woe! Geen mama, maar een dikke knuffel. Heeft mama wel verdiend? Ja. Ja. Oh, lekker nat. Oké, we doen even de oordopjes in. Zo. We zijn deze dingen al een paar keer kwijtgeraakt in het water. Maar meestal heet de badmeester ze weer teruggevonden. Ja. Blauw en wit. Ja, lijkt ook wel een beetje op het water, hè? Oké, okay, even kijken. Hoeveel vingers steek ik op? Ja. Twee. Ze kan het heel goed zien. Yes. Yes. Laat zien in je oor. Ja, aan de oor. Ja, helemaal goed. Yes. We gaan met een mooie duik onder water zwemmen. Dan komt het meest spannende, jongens. Je moet 6 meter lang onder water zwemmen en vervolgens hier door het gat heen. Vorige week was het best moeilijk. Uiteindelijk lukte het wel. Oh, Pipje. Oké, okay, dit wordt echt een dingetje. Maar ze moet dit gaan halen, want anders dan krijg ik geen zwemmen voor mijn been. Gaat ze het halen, gaat ze het halen. Uh-oh. Ik was niet zo ver gestreefd.
En? Ik ga het nu proberen te halen. Wel een ding, hè? Ja. Dit is wel een dingetje, jongens. Rug, buik en rug. En doe het netjes. Nee. Bommetje. Kipje. High five en weer door. Op de buik moet ze daarin. Op de rug moet ze terug. Op de buik moet ze daarin. Op de rug moet ze terug. Op de buik daarin. Op de rug moet ze terug. Wat 25 meter keer 6 is? 150. Moet ze 150 meter? Ze moeten dus 150 meter op en neer gaan zwemmen. Dat is echt best veel, vind ik eigenlijk. 3 meter, 2 meter, 1 meter en... Yeah. Vooral met jouw armen blijven draaien. En als je met armen flippen. Ja, maar dan wel laten zien dat je met je benen blijft flippen. Even wachten, ja. Oké. Even wachten, ja. Hallo. Rauw, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Benen blijven stil. Benen, ja, via. Ja, goed zo. Heel mooi. Kom er maar uit. Hé, Pipje. Dan gaan we door het allerlaatste onderdeel, waterkrap. Pip, de allerlaatste? Dat gaan we wel doen op een plekje waar het ietsje dieper is. Want je moet jezelf een keertje naar beneden laten zakken. Ja. Zit papa net zo lekker hier? Ja, ik zit net zo lekker hier. Zo. Maar soms zeg ik, ga maar die kant op en dan ga jij die kant op. Soms zeg ik, ga maar die kant op en dan ga jij die kant op. Dat is leuk, zeg. Of ga maar naar voren, dan ga jij watertrappen naar voren. Of ga maar naar achteren, dan ga jij naar achteren. Of je laat je even naar beneden. Naar beneden, ook nog. Even zak. Oeh, gaat dat je wel lukken, Pip? Ja. Oh, we gaan naar links, jongens. En links. En rechts. Mag ik het ook weer aan zo? Nu mag jij je laten zakken. Helemaal rechts. Laten zakken. Heel mooi. Oh. Dan gaan we af. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Oké, 3, 2, 1. Kijk, ik ga echt. Oh, slikker! Hey! Papa, ja. Ik kan je naar beneden gaan. Ik slaap hier. Oh, ach jee, hoe stoot hij hier tegenaan? Oh, meisje, dat heb je pijn? Of nee? Ik vind echt niet pijn, dus ja. Oh. Volgens mij heb je een diploma. Of niet? Je zou het? Ja. Ik denk het wel. Was die loopt wel weg, dus het zou zonder kunnen. Ja, toch. Het is helemaal komen behaald. Papa, kom. Ja. Ik leg even deze kop weg, hè. Een beetje jammer dat de eerste niet meer. En nou springt hij wel. Wat is er? Wat is daar te zien dan? Nee. Heet hij daar iets achter zijn rug? Nee, dat is helemaal niks. Oké. Okay. Je weet helemaal niet, misschien staat er wel op een papiertje, maar helaas, niet goed genoeg. Hij kijkt er ook heel serieus bij. Ja, dat kan je niet zien, want het is gebleurd. Maar... Bij deze ga ik jou een hand geven. Van harte Pip. Gefeliciteerd met jouw B-diploma. Hey! Zoals bij de vorige keer een mooie medaille. En daarbij jouw diploma, alsjeblieft. Nee, applausje voor Pipje! Oh, kijk eens, zwemdiploma bij Pip te bakken. Dan komen we wel op één heftig momentje, Pip. Wat is er? Welk cadeautje? Maar we gaan wel afscheid nemen van een bepaald iemand. Nou, voor mij in totaal 1,5 jaar lang, of in ieder geval 1 jaar en 3 maanden, hebben wij les gehad van iemand. Van Bas. En dan gaan we nou afscheid nemen. Vond je Bas een beetje een fijne man? Nee, hè? Nee. Wel, hè?
Maar we hebben natuurlijk nog iets voor Bas, dus we gaan even... Pak we even. Oké. Nou, dit is voor die man die jullie dat zien als een grote blur. Oh, zet die al even neer. Papakee. Een blur Bas. Ja. Nou, dan zeg je... Ja, knuffel geven. Kijk. Nou, we zitten het hele verhaal aan het vertellen, maar Pip die hoort helemaal niks, maar die heeft natuurlijk de orde op de zin. Ik ga uitdoen, Pip. En Plop. Ja, hey Pip. En... Heb je überhaupt meegekregen wat de mama's vertelde nu net? Nee. Zullen we nog niet vertellen? Je hebt de celdiploma B. Ja. Oh. Ja. Ja. Kijk, ja, ik zie het toch. Heb je nee. En van wie heb je die gekregen? Van die mevrouw. Ja, dat was hier altijd een hele vriendelijke mevrouw, hè? Die altijd met jou ging praten. En dan krijg ik gewoon chickies. Oh, wat lief. Jij niet. Pep, kom eens even, we hebben nog iets voor jou. Een cadeautje. Nee, jouw grote broer heeft allemaal geld. Plat, jongens. Nee, we hebben geen cadeautje. Een cadeautje voor jou. Oh, wat zal het zijn? Wat zal het zijn? Nee. Ik wou die konijnentasje, toch? Ja! Die konijnentasje! Een kaart. Serieus, ja. Als goed is, kon je hem gewoon hier zo maken. Dat kan ook. Goed gedaan, Pipje. Eindelijk is zo'n diploma B. We zijn trots op je en we houden van je. Papa, mama, yes, Sam. En je mag zelf nog een cadeautje uitzoeken. Yes! Gaan we naar spelen, denk ik al! Hé, maar laat jouw tasjes zien. Laat jouw tasjes zien, Pip. Zo. Laat je tasjes zien, wacht even. Ja, dat is ultimate druk geworden. Oh yeah. Diefleuk. Oh yeah. Slegel. Je mag alles kiezen wat je wilt. Ja, geld speelt geen rol als hem onder de 10 euro is. Oh, dit mag je dan gewoon helemaal. Dit is leuk. Hier mag, doe je dan lichtjes en dan moet je dit doen. Oké. Als Pip dit ziet, jongens. Pip. 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 Oh. Ja, ook. Ja, geef. Ook één cadeau, hè? Ja, nog meer? Ik moet deze hebben. Zes knuffels. Eten, Pip. Kan je er vasthouden, Pip? Cadeautje stond er. Niet halve winkel. Wat fijn dat zij niet naar de prijs kijkt. Ja, dat is wel fijn. Ja. Zij kijkt gewoon naar wat ze leuk vindt. Mag ik please deze twee? Oké, nou de grote vraag is, zijn jullie voor team vlinder? Ja, er staat echt vlinder op. Ik het zijn vleugeltjes. Of zijn jullie voor team pinguïn? Laat het weten in de reactie. Of team... Nee, of Jesse team mag niet. Sambal. Oké, Pip, ben je eruit? Ja. Ja? Oké, Pip, je houdt toch heel erg van regenboogknuffels? Ja. Oh, ik weet het. Ja, die. Oh, die is grappig. We gaan even lekker eten. Maar Pip heeft de keuze gemaakt. Alarm. En het is geworden. Oh, de vlindertje, jongens. Heb je dit allemaal gekregen, Pip? Wow. En je krijgt nog een cadeautje, hè? Nee. Hallo. Wat? Alsjeblieft. Hou die op, jongens. Nee. Stitch! Wat? Oh, en wie is er gek op Stitch? Ik. Kijk. Oh, wat is het? Twee schilderen. Oh, schilderen, wat leuk. Hey. Ik ga gewoon hetzelfde doen. Wat dan weet ik dat het Stitch is. Dankjewel! Daar moet je gaan zitten. Hier zit ze. Dankjewel! Oké, nou het zit weer op jongens en meisjes. Zoals je kan zien, we zijn weer de laatste hier zo in het restaurant. Ja. En kijk eens even wie er lekker bij elkaar zitten. Nou, dit moment wil ik even vastleggen, want dat is meestal wel anders. Dat zit niet goed. Behalve dat ze niet goed zit. Nou, als mensen nog geen abonnees zijn, moeten ze zeker... Abonneren! En tot de volgende keer! Doei!